heb heel lang bruggen gebouwd. Er stond niemand aan de andere kant. Die witte kant is aan zet. En ik ben in die zin weinig hoopvol. Omdat als ik kijk naar die witte jongeren van nu, die kunnen niet meer zeggen, we kenden je niet. Die zijn opgegroeid in een multiculturele land, of iets ook noemt. Die kunnen niet meer zeggen, onbekend maakt onbemind. Welkom allemaal, een hele goede avond hier in de Bali. Mijn naam is Zara Toxus en ik ga vanavond met een aantal gasten in gesprek over de Rushdie-affaire. In 1989 sprak Ayatollah Khomeini een fatwa uit over schrijver Salman Rushdie. Dit vanwege zijn boek De Duivelsverzen. En in 1994 werd hier in de Bali het Rushdie Defense Committee opgericht. En vanavond blikken we terug met een aantal leden van dit voormalig comité en praten we vooral ook over de erfenis van de Rushdie-affaire en ook wat het effect hiervan was en is op het islamdebat in Nederland. En naast mij zit schrijver Adriaan van Dis. Hij is ook voormalig voorzitter van het comité. Hartelijk welkom. Dank u wel. Afgelopen zomer was er een aanslag op Salman Rushdie. U heeft hem, je hebt hem meerdere malen gesproken, geïnterviewd. Wat deed dat nieuws met jou? Eindelijk dus toch nog een gek die dacht wraak te kunnen nemen. Iets waar je heel lang mee leefde dat zou gebeuren en wat weggesleten was. En dan plotseling gebeurde het wel. Want het was toch ook wel 30 jaar na die beruchte fatwa. Ja, maar er hoeft maar net één iemand ontvankelijk te zijn voor de gedachte. Want elk jaar werd wel die fatwa herhaald. Ook al werd er dan door de politiek gezegd dat het niet meer serieus was. Er hoeft maar één iemand te luisteren en denken dat hij een vorstelijk bedrag kan binnenhalen. Misschien speelt dat ook een rol. En ik begreep dat de jonge man veel gekeken had naar beelden van geestelijken die de wereld toespraken. En dat hij daarvan onder de indruk was. Dat hij de indruk had dat Rushdie de islam had beledigd. En dat hij dus wraak moest nemen op deze belediging. En ik zei al, je hebt hem vaker gezien, geïnterviewd. Heb je hierna ook contact met hem gehad? Nee. Dat heeft zijn uitgever geloof ik wel gehad. Kijk, Rushdie heeft, toen wij dat comité hadden opgericht en uiteindelijk heeft hij al die comité's bij elkaar geroepen. Ik heb gevraagd of we ermee op wilden houden. Want hij werd steeds meer tot slachtoffer gemaakt. En als het wegkabbelt, het directe gevaar, dan wil je niet de hele tijd herinnerd worden aan al die edele mensen die het zo voor je opgenomen hebben. Dus dan wil je hij ook niet herinnerd worden aan die mensen. Dat je herinnert hem de hele tijd aan die tijd, aan die vernederende tijd en aan jouw zogenaamd nobele opstelling. Hij wil ook solidair met iemand zijn. Jawel, maar dat kun je ook stil zijn zonder dat je die persoon. En de solidariteit met Rushdie werd steeds groter. Het heeft ook te maken met het feit dat je er bewust van bent dat er mensen onder je wonen, met een ander geloof, met andere ideeën over schoonheid en rechtvaardigheid. En dat je daar samen een oplossing mee moet vinden. Want we denken in Nederland dat we in een ongelovige wereld leven, maar dat is helemaal niet het geval. Ik keek de interviews terug, twee interviews die jij met hem had in 1989 en 1994. Ja. En in het eerste interview zie je dat Salman Rushdie heel, is charismatisch, welbespraakt, hij maakt grapjes. En in dat tweede interview, dan ben jij eigenlijk hetzelfde, maar hij is serieus. Hij komt moe over, hij is geprikkeld. Je ziet wat hij 3 jaar met hem doet. En jij stelt hem best wel scherpe vragen. En hij is nog steeds wel bespraakt, maar hij is ook heel. Hij zegt op een gegeven moment iets als, ik vecht voor mijn leven. Ja. Hoe kijk jij terug op dat tweede interview? Als je weet de omstandigheden waarom dat plaatsvond, die waren al heel merkwaardig. Omdat wij met hem spraken een week voordat die fatwa werd uitgesproken en daarna wel contact hadden en ook bleven hebben, was hij bereid om in zijn periode van onderduiken, had hij al iets van 50 adressen achter de rug in Londen, om met ons een gesprek te voeren. Maar er stonden mensen op het dak met mitrailleurs en niemand mocht weten dat we er naartoe gingen. Allemaal heel ingewikkeld en lastig, maar toen we daar kwamen, overal politie, maar niet zomaar met een walkie-talkie, maar echt zwaar bewapend. Ja, dan begrijp je wel dat die man als een voortvluchtige leefde. Dat maakt een grote indruk. Tegelijkertijd ben je ook bewust van je rol. Je moet dan niet mee gaan praten. Nee, wees juist zo kritisch, omdat er ook veel kritiek op hem was.
Ja, er waren schrijvers die waren het niet met hem eens. Je kon allerlei vragen stellen bij wat hij gedaan had. Dus dan wordt er van je verwacht dat je ook een onafhankelijke journalistieke houding neemt. En niet de empathische, vriendelijke, oh Salman, wat heb ik het met je te doen. Slachtofferschap is voor thuis. En dat boek, hè, de duivelsverzen in het Engels, de Satanic Verses. Kun je ons heel veel meenemen waar dat boek nou over gaat? Het is een wonderbaarlijke vertelling van over elkaar tuimelende verhalen. Van mannen die uit de hemel vallen en tijdens hun val uit de hemel bij een vliegtuigongeluk al 30 bladzijden converseren. Dus ze doen er lang over om op aarde te tuimelen. Maar dat laat ook meteen zien wat voor wonderbaarlijk boek het is. Het is een soort toverbal waarin alles verandert en wonderbaarlijke manier van werkelijkheid en sprookjes, geschiedenis, jokkenbrokkerij met elkaar zich vermengt. Dat waren we destijds niet zo gewend in de westerse literatuur. Dat vond ik de eerste verrijking. Kijk eens, hier vloeit oost en west en noord en zuid tezamen in één grote vertelling. Maar je moest er wel bereid toe zijn om dat tot je te nemen. En dat vroeg zeker 2-3 weken stilte en rust om te lezen. Het is niet een boek dat je even haastig op een namiddag op je iPadje leest. Sommige mensen zagen het boek als een aanval op de islam. Maar je kunt het ook een aanval op het christendom noemen, een aanval op het westen noemen. Hij spot met alle heilige huisjes en met alle instanties. Margaret Thatcher wordt net zo bespottelijk gemaakt als Oosterse politici. Hij spot gewoon met het gebrek aan ruggengraat in de samenleving. Waar zit precies die controverse met de islam, wat eigenlijk wereldwijd protesten en demonstraties veroorzaakt? Omdat hij twijfel zaait over de bronnen van de teksten van de profeet, die niet ingefluisterd zijn door een godheid, maar die duidelijk door mensen gemaakt zijn. En exegese in de teksten van de islam zijn op het ogenblik, en nou zeker in die tijd, niet toegestaan. Ik heb begrepen dat in andere historische tijden dat wel kon. Maar de reactie en de boosheid had voornamelijk te maken met mensen die het niet gelezen hadden. En het was misschien ook een antwoord op al een langdurig gevoel van, men ziet ons niet voor vol aan. Men ziet ons alleen maar als een vertegenwoordigers van een achterlijke godsdienst. Dus die boosheid die verzamelde zich in een boek dat juist eigenlijk, als je het goed leest, het eerder het tegendeel beweert. Maar ja, je hoeft maar een paar boze mannen te hebben die het boek in de fik steken. En die woede die gaat over de hele wereld rond. Dus het was een algemeen gevoelen, maar niet gebaseerd op kennis. En had jij wel meteen die controverse door? Nee, had je daar heel veel achtergrondinformatie bij? Ik had heel weinig door. Alles is ik ben een belevende bewijs van één, hoe noem je dat, voortschrijdend inzicht. Denk nu heel anders na over dingen dan 30, 40 jaar geleden. Dat is maar goed toch? En je gaat ook een stukje voorlezen. Ja, maak ik kennis met Mahoun, maar dat is een andere naam voor Mohammed. En het laat zien hoe een van de figuren in het boek, die toevallig Salman heet, bezig is op heimelijke wijze in die teksten te roeren. En hij verandert dus eigenlijk een heilige tekst. En dat hoort ook bij de manier waarop hij vertelt. Want hij neemt een tekst en elke keer als je een tekst hebt of iets gelezen hebt, trekt hij weer een kleedje onder je weg en speelt hij een spel met wat je gelezen hebt. Nou, maar dit is een droom, toch? Dit is een droom. Het is een droom, maar alles is een zoveel droom dat je bijna niet meer weet wat droom en werkelijkheid is. Als hij daarna aan de voeten van de profeet regels en nog eens regels neerschreef, ging hij er stiekem in veranderen. Eerst kleinigheden. Als Mahoun een vers voordroeg waarin God alhorend, alwetend werd genoemd, schreef ik alwetend, albewust. En nu komt het. De veranderingen vielen Mahoun niet op. Dus zat ik eigenlijk het boek te schrijven. Ik. En dan toch te herschrijven. Gods woord te ontheiligen met mijn wereldlijke taal. Heer, mijn tijd als Gods boodschapper mijn armzalige woorden niet van de openbaring kon onderscheiden. Wat had die dan nog helemaal te betekenen? Wat zei dat van de kwaliteit van de goddelijke poëzie? Hoor eens, eerlijk waar, ik was tot in mijn ziel geschokt. Een doortrapte schoft zijn en zo half en half vermoeden dat er bedrog in het spel was, is één ding. Maar merken dat je gelijk hebt, is een tweede. Kijk eens, ik heb voor die man mijn leven opgegeven. Ik heb mijn land verlaten, ben de wereld doorgetrokken, tussen mensen gaan wonen die me een gluiperige Persische lafaard vonden, omdat ik hun hachtje, die voor geen snars waardeerde wat ik voor ze... Ach, laat ook maar. De waarheid is dat ik er bij het eerste piepkleine veranderingetje, al bewust in plaats van alhorend, op had gerekend dat ik maar wat graag had gewild, dat
als ik het teruglas, de profeet zou zeggen: wat heb je nou, Salman? Word je doof? En dat ik dan zou zeggen: oei, God, een verschrijving, hoe kan ik zo? En ik zou het verbeteren. Maar dat gebeurde niet. En nu schreef ik dus de openbaring en niemand die het merkte. En ik durfde het niet op te biechten. Ik had de biberatie, dat kan ik je wel vertellen. En ik ben van mijn leven niet zo ongelukkig geweest. Dus ik moest er wel mee doorgaan. Misschien had hij één keer iets over het hoofd gezien, dacht ik. Vergissen is menselijk, dus veranderde ik de volgende keer iets belangrijkers. Hij zei christen, ik schreef jood. Dit zou hij merken natuurlijk. Dat kan toch niet anders? Maar toen ik hem het hoofdstuk voorlas, knikte hij en zei hij beleefd, dank je wel. En ik verliet met tranen in mijn ogen zijn tent. Daarna wist ik dat ik mijn dagen in Jathrib, dat ze geteld waren. Maar ik kon er niet mee ophouden. Ik kon niet. De verbittering, als je merkt dat je altijd in een schim gelooft, is het ergste wat er is. Ja, dit is wel een stukje waar je meest de spot van een ongelovige ziet. Ja, want wat je ook uit dit stukje haalt, is dat hij ondermijnt het heilige boek in die droom. Ja, hij ondermijnt het woord. Hij waant zich de verbeteraar en die sukkel tussen dik mogelijke aanhalings. Van een Maroen heeft dat niet door. En denk je of weet je of hij ook door had dat dit zo beladen was toen hij dit schreef? Lastig om te zeggen. Ik denk dat hij het leuk vond om te prikken. Dat zit helemaal in zijn aard. Het is een literaire pestkop. Dat hij ook wel geschrokken was van wat er gebeurd was, blijkt uit het feit dat hij in een moment van grote twijfel dacht, ja, maar ik ben eigenlijk ook een moslim. Mijn ouders waren het. Ze waren weliswaar seculiere moslims, maar toch. En dat hij op een gegeven moment publiekelijk zei, ik keer weer terug naar mijn geloof. Nou ja, toen was het helemaal de wereld los, want toen waren alle mensen die aan de nobele kant stonden, vonden dat dan weer niet dapper genoeg. En daar heeft hij ook later weer teruggetrokken. Maar het liet wel de totale vertwijfeling zien. Dat hij. Kijk, er is een groot verschil als je iets tussen een kleine literaire wereld doet. En plotseling wordt dat die schil van het literaire begrijpen wordt kapot gemaakt. Dan staat het midden in een wereld van mensen die niet precies weten hoe dat werkt in een boek. En dan is alles wat je schrijft, ook wat je fantaseert en wat je droomt, wordt werkelijkheid. Want hij voelde zich, zoals ik het ook terugzag in de interviews, ook heel erg aan de kant van moslimmigranten. Omdat hij zei, ja, ik ben zelf ook een verschoppeling. Ik ben hierheen gekomen, ik moest vanaf nul beginnen. Dus als het boekje ergens van vervult, is het wel dat je sympathie hebt voor die mensen die hun vertrouwde wereld verlaten en een andere toekomst zoeken in dat Westen. En die dan plotseling geconfronteerd worden met westerse arrogantie en eigenwaan. Met een godsdienst die zogenaamd de bergreden van Jezus hoog houdt, maar dat geen letter naar leeft. Dus die godsdienst bespot hij ook. Dat is opa verteld. Ja, wat zei je al van tevoren. Ik kan er ook niks aan doen. Dat is wel je rol vanavond. Ja, okay, dank je. Ik wil graag de volgende gasten uitnodigen. Naida Aurangzeb, schrijver, presentator, documentairemaker. Onlangs ook nog haar theaterdebuut. Lotfi Elhamidi. Journalist bij het NRC, schrijver van het boek Generatie 9-11. Jij was toen ongeveer 15, hadden we net bedacht. Ja. Hoe heb jij dit beleefd? Herinner je het nog, dat mensen hier de straat op gingen? Ja, dat herinner ik me wel. Ik ben opgegroeid in Rotterdam. Rotterdam was een van de steden waar mensen de straat op gingen. Engeland was natuurlijk groot. En nu waren de meeste mensen in Rotterdam die de straat op gingen, die hadden dezelfde achtergrond als ik. Niet zozeer het moslim zijn, maar het Pakistaans zijn. En in Engeland ook. In Pakistan waren grote demonstraties. Dus ik zag vrienden van mijn vader op het 8-uur-journaal. Mijn ouders hebben niet meegelopen. Maar ik zag wel bekenden. En voor mij was het... Ineens was ik ook Pakistaans. En dat vond ik heel bevreemdend. Om ineens Pakistaans te zijn als zoiets verschrikkelijks gebeurt. Ook die beelden van Engeland. En wat er gebeurde bij de kennissen van mijn ouders en bij ons thuis, bij de Pakistanen in Rotterdam, is dat Rushdie was voor ons ook een van ons. Want hij was Indiër, Pakistaans, sommigen zeggen hij was voordat hij Indiër was een Pakistaan en andersom. Dus het was voor ons niet alleen een schrijver met een islamitische achtergrond, maar ook iemand die uit hetzelfde geboorteland kwam als jij. Dus het kwam heel erg dichtbij. Dat was één. Maar ook bijvoorbeeld op televisie zag je Abdelwahid van Bommel, een Nederlandse moslim, een imam. En ik kwam al bij Van Bommel vanaf mijn 14e. Hij vindt het zelf nooit fijn als ik hem leraar noem, maar dat was hij wel.
Ik zag Ibrahim Spalberg. Ik zag allerlei Nederlandse, zogenaamd vertegenwoordigers van Nederlandse moslims, waar ik vanaf mijn 14e al kwam. En die moesten ineens daar iets van vinden. Dus heel erg dat idee van je moet daar iets van vinden. En Adriaan van Dis zei net dat het heel fijn was dat hier de jonge mensen komen. Maar er zit een andere kant aan. Ik was zo'n 15-jarige jongere die ineens met mensen die 20, 30 jaar ouder waren, witte Nederlanders, moest ik ineens gelijkwaardige discussies gaan voeren. Omdat mijn ouders de taal niet spraken, moest ik als 15-jarige moest ik mensen van 40, 45, 50, en dat is heel oud als je 15 bent, nu niet meer, moet je daar een gelijkwaardig intellectueel gesprek mee voeren. Maar je werd er ook op aangesproken. Natuurlijk. Jij bent Pakistaanse, jouw familie is moslim, wat vind je hiervan? Waarom gebeurt dit? En dat is nog één ding als een 16-jarige je dat vraagt, maar dat is iets anders als mensen die twee keer zo oud als jij zijn en al heel lang hebben gestudeerd je dat vragen. Dus dat was iets anders wat er ook gebeurde. Jij vroeg net aan meneer Van Dis aan Adriaan van goh, dat verhaal kwam Rushdie daar nou zelf mee, dat idee van die satanic verses. Kijk, ik kreeg toen als 15-jarige ineens om me heen van alles. Dus mijn vader had discussies met zijn vrienden. Nogmaals, Salman komt uit diezelfde regio, dus zij kende hem ook en zijn werk ook. En wat ik toen als 15-jarige meekreeg, is dat die satanic verses hier werd gedaan alsof het ging om een toevallig literair fantastisch werk. Maar binnen de moslimgemeenschap, en zeker de Pakistaans-Indiase moslimgemeenschap, men zei, maar wacht eens even, hij maakt hier gebruik van iets waar al eeuwen gebruik wordt gemaakt. Het idee dat delen van de Koran of de hele Koran door de duivel ingefluisterd zouden zijn, dat heeft een historische context. Nu achteraf, maar dat is iets wat nog steeds gebeurt, vooropgesteld dat ik tegen die fatwa was, dat ik vind dat je alles moet kunnen schrijven. Maar wat wij aan de witte Nederlandse kant fout doen, is dat als het gaat om onszelf, wij een historisch besef hebben. Als het gaat om andere mensen die niet op ons lijken, dan doen we alsof historie niet meer belangrijk is. En dan is er geen historisch besef. Als er wel historisch besef was geweest van waar reageren deze mensen? Niet allemaal, hè? Ik zeg niet dat iedereen, al die gekken die de straat op gaan en boeken verbranden, het historisch besef wel hebben. Maar er waren wel degelijk mensen met wie je een ander soort gesprek had kunnen voeren en de angel eruit had kunnen halen en kunnen zeggen, aha, dit is niet toevallig. Dus dat hele romantische idee van een schrijver die zo fantastisch schrijft en helemaal zelf iets bedenkt, hij heeft het niet zelf bedacht. Hij heeft gebruik gemaakt van een hele gevoelige snaar die al eeuwen te pas en te onpas wordt gebruikt, dan nog steeds mag hij het gebruiken. Maar de discussie is zuiverder als je dat wat historisch gevoelig ligt gebruikt. Als er nu ergens aan de andere kant van de wereld iemand een roman schrijft over de Holocaust en zegt, nou ja, het is een roman, mag dan alles? Wij zijn de eerste om te roepen, nee, dan mag niet alles. Want wij hebben daar historisch, hebben wij daar iets mee? Achteraf kan ik dat nu zeggen. Dat ik denk, bij mijn thuis, bij mijn ouders thuis, bij hun vrienden, werd dat eigenlijk dat gesprek op een veel intellectuelere manier gevoerd dan dat hij hier aan de witte kant werd gevoerd. Lotsi, jij was 3 toen alles met Rushdie gebeurde. Je hebt onderzoek gedaan voor jouw boek naar het publieke debat rondom moslims in Nederland. Wat voor rol speelde die hele Rushdie-affaire daarin? De Rushdie-affaire was in zekere zin een soort schabloon voor het debat later. Dus alles wat er toen werd gezegd en geschreven kwam eigenlijk in veelvoud terug na 11 september. Het begon eigenlijk meteen al na die demonstraties, in onder andere Rotterdam. Nee, dus vader was er niet bij. Mijn vader was er wel bij. Althans, hij zei tegen mij van, ik liep mee, ik deed niet mee. Ik weet niet wat het verschil is. Wat betekent dat? Ja, een soort nieuwsgierigheid. Ergens herken ik dat wel, zo'n type ben ik ook wel. Maar je had meteen in NRC Handelsblad bijvoorbeeld een column van Gerrit Komrij. Hij had daar een column. En die schreef meteen over duizenden tierende Mohammedanen, zoals ze toen nog genoemd werden, moet je nagaan. En hij had het over, we hebben ze als stakkers binnengehaald en we krijgen ze als wolven terug. Weet je wel, het hele idee van die moslims, die zijn hier binnengekomen. We hebben ze goed behandeld, we hebben ze verwend. En dit is stank voor dank. Nou, vergelijk het met het hele idee van een vijfde kolonne, waar Fortuyn het later over had. Dus in zekere zin, en later, je had ook Jan Blokker. Op een gegeven moment werd het ook gepolitiseerd door Frits Bolkestein. Die het had over dat sommige beschavingen toch wel superieurder zijn dan de ander. In dit geval het Westen ten opzichte van de islam. En dat zag je eigenlijk in de jaren nul. En ik had natuurlijk geen flauw idee destijds als tiener. Dat het een soort schabloon was waarop werd voortgeborduurd. Dus de Rushdie-affaire was in zekere zin toch een soort stadsschot of een soort
lange aanloop naar wat we in de jaren nul hebben meegemaakt. Jij schrijft in je boek op een gegeven moment dat het islamdebat nu is gekaapt van moslims. Nou ja, wat op een gegeven moment het islamdebat is gaan heten. Hè. Ik heb nog nooit ervaren dat het een debat was. Het was vooral eigenlijk mensen die het over je hadden. Nou, die werd gekaapt in die zin dat met name politici en allerlei andere maatschappelijk betrokkenen het onderwerp gebruikten voor eigen doeleinden. En het werkt natuurlijk ook twee kanten op. Hè. Dus de mensen die het zogenaamd voor je zouden moeten opnemen, dat je toch bij jezelf denkt van, ja, maar wacht even, die heeft ook geen flauw idee. Wie bedoel je dan? De progressieve voormannen en voorvrouwen, die dan willen uitleggen hoe het zit. En dat is namelijk net waar na de ruzieaffaire werd afgerekend. Hè. Het was een soort clash tussen cultuurrelativisten en universalisten. Met andere woorden, mensen die de hele tijd zeiden van, ja, dat is hun cultuur, je moet het zo zien en je moet het zo begrijpen. Maar dat is nooit, laten we zeggen, gezegd door die gemeenschappen zelf. Dus als we het hebben over inderdaad besta je of besta je niet, wat nu modieus de parallele samenleving wordt genoemd. Wat mij fascineert is als die term gebezigd wordt, hè, parallele samenleving, dan gaat het altijd alleen maar over één kant. Zij zijn de parallele samenleving. Maar als het parallel is, dan moet er ook een andere kant zijn. En daar wordt dan nooit over gesproken. Dus die zelfreflectie ontbreekt totaal. Maar het was ook de bedoeling, want sinds 9-11 in ieder geval. Namelijk, wij bepalen wel de spelregels. Hè. Niet alleen maar als het gaat over de normen en waarden in dit land, maar ook gewoon over wie de gesprekspartners zijn of wie er mag deelnemen aan het gesprek. En het gebeurt nog steeds. Ik zou toch wel zeggen dat er iets is veranderd sinds toen. Ja, er is sowieso vooruitgang. Maar de afgelopen week ben ik ook plat gebeld om over de rellen te gaan praten. En ik denk, dat zijn toch hele oude reflexen. Maar dat is een soort kramp geworden, sinds Rushdie eigenlijk al. Namelijk van, laten we niet politiek correct zijn, laten we problemen wel benoemen. Terwijl ik denk van, als er iets is gebeurd de afgelopen 20 jaar, dan is het wel dat. Is het continu zijn mensen problemen gaan benoemen. Zo vaak zelfs dat ze alleen maar problemen zien. Het is een beetje een soort hamer die alleen maar spijkers ziet. Nou, dat is wat er is gebeurd. En daar kan je weinig tegen doen, is mijn ervaring of mijn gevoel. En hoe voer je dan een goed gesprek over de problemen die er wel zijn? En in het land en binnen die gemeenschap. Als je het hebt, weet ik veel, over vrouwenemancipatie of homoseksualiteit. Wat is dan wel het juiste gesprek? Ja, dat is een goede vraag. Je moet dus eerst vertrouwen winnen. En dat vertrouwen is zodanig geschaad dat het heel moeilijk is om die mensen aan tafel te krijgen. Ik denk dat jullie bij de Bali daar ook mee te maken hebben. Dat als jullie mensen uitnodigen, dat ze al sowieso heel wantrouwig tegenover jullie staan. Van ja, maar wacht even, word ik daar niet neergezet? Ja. Als boksbal, weet je wel. Als je het hebt over de instituten, zoals de Bali of andere plekken. Dan is wie bepaalt wat onze rol is. Dus mijn generatie moest gaan laten zien wie we zijn. Want als je niet ging vertellen wie je was, ja, sorry, maar ja, onbekend maakt onbemind. Hè? Dus leg maar even uit waarom jullie 5 keer per dag vasten. Nou ja, zo ging dat dan. Vervolgens moest je bruggen gaan bouwen. Waarvan inderdaad later mijn broertje, die 19 jaar jonger is, zei van, maar wie stond er aan de andere kant van de brug? Dus mijn generatie ging als een gek, moesten wij bruggenbouwers zijn, de thee drinken. En dan zie je weer dat het is van je uitspreken tegen. Ben je voor of tegen? Dus die rol wordt steeds bepaald, niet door onszelf. En als je het dan hebt, het gesprek. We hebben de neiging om te zeggen, het gesprek bij moslims bestaat alleen maar als het gebeurt onder ons dak. Maar de gesprekken binnen de gemeenschappen, die gebeuren wel degelijk. De gesprekken bestaan ook als wij er niet zijn. En als wij er niet bij zijn. Ik wil nog even een quote van jou voorlezen. Je quote journalist Nadia Ezzeroyli. Die journalist is bij de Volkskrant in jouw boek. Mm-hmm. En dan zij zegt, een kenmerk van een minderheidsgroep is dat de leden ervan bij een aanval van buitenaf de rangen sluiten. En daarnaast schrijf je, dat is funest voor de individuele ontplooiing binnen die groepen. Het lijkt een beetje op wat Naida zegt, maar wat bedoel je hiermee? Nou, het paradoxale is dus dat als je mensen gaat benaderen alsof ze onderdeel zijn van een gemeenschap, dat ze dan ook op die manier gaan gedragen. Hè? Een soort self-fulfilling prophecy. Als je me vaak genoeg tegen mij zegt dat ik een Marokkaan ben, iets waar ik nooit bij stilsta, hè? Ik word nooit wakker, ik kijk in de spiegel en denk van, jij bent een Marokkaan. dat doet niemand. Maar zodra buitenstaanders erop gaan wijzen, dan ga je daarna gedragen. Dan ga je bij jezelf denken van, oh, ik ben inderdaad anders, ik ben inderdaad een Marokkaan. Dat heeft iets geks. Kijk, een Marokkaan in Marokko
omdat hij onderdeel is van die dominante meerderheid, staat er nooit bij stil. Hè? Fish don't talk about the water, weet je wel. Dat is gewoon zijn natuurlijke omgeving. Maar minderheden in de diaspora in Europa, die vinden zoiets als etniciteit of religie, met name als die afwijkt van de dominante religieuze stromingen in Europa, vinden dat toch wel iets zeggen over zichzelf. En nou ja, zodra dus van buitenaf op je wordt gebeukt, ja, dan gaan de rijen sluiten. Want je bent een minderheid, dat is kwetsbaar. En je zoekt steun, je zoekt troost, je zoekt vastigheid. En dat is wat er is gebeurd na 11 september natuurlijk. En dat is het paradoxale wat ik wil zeggen is, er werd steeds gezegd na de Rushdie-affaire van, we moeten die mensen moeten emanciperen. Weet je wel? Die hebben de verlichting niet meegemaakt en die hebben die ontzuiling of de ontkerkelijking ook niet meegemaakt. Het is een soort anachronisme. Hè? Ze kwamen hier naartoe. Net dat wij ons hadden ontworsteld van religie, komt er een nieuwe groep aan die heel religieus is. Alleen, die mensen hoeven niet per definitie hetzelfde traject te volgen. Maar op een gegeven moment werd er zo'n verwachting geschapen van jullie moeten wel op die manier ontwikkelen, wat anders ben je achterlijk. Dat mensen zich juist gingen vasthouden aan die oude identiteit, om het zo te zeggen. Het werd bijna een soort geuzending. Van jij zegt dat mijn godsdienst achterlijk is. Dat is trouwens wat er na die affaire is gebeurd. Dat die kinderen die sowieso een kloof ervoeren tussen hen en hun ouders. Hè? Die ouders met hun toch wel een beetje volksgeloof. Ze konden niet lezen en schrijven vaak. En het was toch een beetje huis, tuin en keuken, religie. Dat die kinderen dachten van, wacht even, er moet toch wel meer zijn dan alleen dat. Hoe doorbreek je het als mensen zich opsluiten aan in ook allerlei witte mensen die met hun hakken in de klei zitten? En als je zegt, ik wil zo graag dat het doorbreekt, of moet je het maar laten sudderen en denken, het komt wel op zijn plek? Want kennelijk is elke benadering en poging tot contact meteen bevochtend en elkaar in een pakketje opplakken. Maar je kunt het niet forceren. Laten we wel wezen, toen in de jaren 80 en 90, waar we het over hebben nu, als je ziet hoe gesegregeerd die migrantengroepen waren. Hè? De Marokkaanse gemeenschap was apart, de Pakistaanse gemeenschap waar je toe behoorde, dat was echt een hele aparte groep, en de Turken al helemaal. Dat is nu bijna, bij de jeugd speelt dat helemaal niet. Nee, nu is er iets anders. En dat is, nu zie je, dus als je gaat bijvoorbeeld naar een bruiloft in of naar een feest, hè, dan zie je, mijn broertje is vorig jaar getrouwd met een Nederlands-Marokkaanse. Haar ouders komen uit Fes. Ze zijn allebei geboren in Rotterdam. Op het feestje waren mensen met een Bosnische achtergrond. Mm-hmm. Alles was er. Degene die niet mengen, zijn de witte Nederlandse jongeren. Die mengen niet. Dat is het pijn. Mijn nichtjes hebben vriendinnen met Bosnische roots, met alles. Kijk ik naar mijn witte Amsterdamse vriendinnen die allemaal links zijn en de juiste kranten lezen. Kijk ik op hun verjaardagen, dan ben ik de enige van kleur. Kijk ik op de verjaardagen van hun kinderen, witte vrienden. Dus er gaat iets, dat mijn stelling nu, hè, ik heb heel lang bruggen gebouwd, er stond niemand aan de andere kant. Die witte kant is aan zet. En ik ben in die zin weinig hoopvol, omdat als ik kijk naar die witte jongeren van nu, die kunnen niet meer zeggen, we kenden je niet. Die zijn opgegroeid in een multiculturele land, of wie het ook noemt. Die kunnen niet meer zeggen, onbekend maakt onbemind. En dan nog steeds zijn die feestjes op de kantines, op de universiteit. Ik zag het 20 jaar geleden al. Kinderen, studenten van kleur, die zaten gezamenlijk. De witte studenten zaten alleen. Onze feesten zijn wel gemengd, maar die andere kant is gewoon niet gemengd. En dus in de oplossing, het huiswerk zit nu bij de witte kant. Ja, wij hebben genoeg gewerkt. Nee, niet naar jou, maar gewoon naar die hele kant. Jij hoeft geen huiswerk meer te maken. Nee, je moet maar eens op mijn verjaardag komen. Maar naar elkaars verjaardag. Jij zei net, Botvi, van de jeugd wordt conservatiever. Noemde je net eentje, maar als ik bijvoorbeeld om mij heen kijk, als we het toch over vriendengroepen en allemaal mensen hebben, heb ik ook het gevoel dat er eigenlijk best wel veel progressieve moslims, mensen met een migratieachtergrond zijn, die eigenlijk het gevoel hebben dat ze niet ergens terecht kunnen. Dus je kan een heel groot voorbeeld nemen als bijvoorbeeld Lale Gül, de schrijver die uit haar gemeenschap brak met haar boek, die
eigenlijk verzoening wilde met haar gemeenschap, maar dat lukte niet. Die niet echt werd gesteund door, laat maar zeggen, links-Nederland. Daardoor een beetje nergens een groep had die haar steunde. Of andere progressieve moslims die er misschien niet zo erg voor uitkomen, maar die of ja, vooruitstrevender zijn, of geëmancipeerder, of homoseksueel. Waar is het gesprek voor hun? Maar dat is er wel. Dan krijg je weer, want je zegt, ik ben zelf heteroseksueel, maar sinds al jaren kom ik bij onder andere Prisma Groep en andere, dat zijn organisaties die opgericht zijn door LGBTQI van migranten en vluchtelingen achtergrond. Die komen samen om elkaar te ondersteunen. Meestal zitten daar geen witte Nederlanders bij. Zij zoeken elkaar, zij zijn een gemeenschap. Maar zelf. Ze zoeken elkaar omdat ze niet bij hun eigen gemeenschap... Zij zijn hun dus bij hun ouders. Nee, maar zij zijn hun eigen gemeenschap. En betekent dat dan niet dat je moet kijken naar die gemeenschap ook waar ze vandaan komen, dus hun families en wat daar speelt? Als je bijvoorbeeld kijkt naar La Ligue, dan vertelt zij over wat zij zegt, hè, haar onderdrukking, wat daar is gebeurd, dat je dan ook moet denken, willen we daar dan niet een gesprek mee met die gemeenschap? Maar die gesprek, die ik begrijp je... Ja, ik weet ook niet wat ik ermee moet eigenlijk. Wat is je vraag? Moet ik me gaan verantwoorden voor haar ouders of zo, weet je wel? Ik bedoel, ik zie heus wel in wat voor lastig pakket ze zit. En vind je dat er een gesprek daar... Dat daar een gesprek tussen gesprek moet is zijn? Er. Dus tussen het, nee, niet binnen, maar binnen bijvoorbeeld de Nederlandse politiek, de Nederlandse... Ja, de initiatief die over heeft. En ja, maar dan krijg je dat gekaapte debat waar ik het over had. Weet je wat? Ik bedoel, Lara Gül, natuurlijk dapper en moedig dat ze dat heeft kunnen doen. Het is geen sinecure. Het is heel lastig om dat te doen. En er zijn vast een hoop die in zo'n positie zitten. En nog niet, laten we zeggen, hebben gebroken met hun ouders of met hun gezin of familie. Maar op een gegeven moment wordt het bijna een soort loyaliteitsvraagstuk. Hè? Van wat vind jij van wat er gebeurt met Lala Gül? Weet je, alsof de default positie is van dat je het niet erg vindt. Weet je? Dat je moet je eerst uitspreken, dan kom je weer bij dat uitspreken terecht. Terwijl ik ben toch verantwoordelijk alleen maar voor wat ik denk of vind. Of hoe ik met mensen omga. Maar opeens moet ik dingen gaan uitleggen van wat anderen doen. En dat is iets waar heel veel mensen klaar mee zijn. Niet jij natuurlijk. Maar... Nee, maar ik bedoel, je stelt die vraag aan mij van waar is dat gesprek? Maar moet ik dan dat gesprek organiseren? Of, nee, omdat jij hebt gezegd van het debat nu is niet goed. Het wordt gekaapt van moslims. Dit wordt ook gekaapt. Ja, dus hoe moet het er dan uitzien? Margriet van der Linden zei iets wat ik nooit ben vergeten. Margriet werd door het Amsterdamse werd ze heel erg van... ja, je moet tegen je ouders zeggen, middelvinger... en ik ben lesbisch en na. Margriet heeft verteld dat ze vlak voor kerst weg is gegaan uit Zeeland... nadat ze had verteld dat ze homoseksueel is... en ze moest haar ouders verlaten. Ze zei tegen mij, ik kwam aan in Amsterdam, net voor kerst. Denk je dat iemand die langs de zijlijn had zitten gillen... dat ik mijn ouders in de kerk terug moest toekeren... mij heeft uitgenodigd voor kerk? Ik kwam in een ijskoud Amsterdam aan. Dus die groep die zegt het gesprek, die neemt je niet in huis. Die nodigt je niet uit voor een kopje koffie. Dus uiteindelijk doe je het altijd zelf. En dat er zijn heel veel Lala Girls. Ik heb mijn tijden gehad, nog steeds niet... dat ik naar heel veel bruiloften niet kan... om de keuzes die ik als vrouw maak. En soms betalen vrouwen een grotere prijs. Maar mijn vader die kon ook al heel lang niet naar de moskee... omdat de mensen in de moskee vonden dat mijn vader eigenlijk... duidelijk mij het huis had moeten uitzetten wat hij niet heeft gedaan. Dus je betaalt die prijs en je gaat het gesprek aan. Want mijn vader heeft me niet het huis uitgezet. Mijn moeder, ik heb vrienden die homoseksueel zijn. En mijn moeder en de moeder van die jongens kennen elkaar... En ik voer dat gesprek met mijn moeder en zeg... luister, haar zoon is homoseksueel, ze durft niet meer in de moskee te komen. Zou jij een beetje voor haar kunnen zorgen? Dus die gesprekken worden gevoerd. Dus het hele idee dat ze niet worden gevoerd... Omdat het niet uitgevend wordt in de media, dan bestaat het niet. Ja, bestaat het. En dat is dus niet zo. Natuurlijk is het er wel. Er is gewoon een debat gaande. Dus daar het is meer van, moet dat er überhaupt zijn? Dat kan natuurlijk ook een vraag zijn. Maar... Laat ons dan ook de debatten organiseren. Zorg er dan voor dat wij dat geld krijgen. Maar ja, als je dan kijkt naar de kunstplannen... en als je dan kijkt wie het grote geld krijgen... Dat zijn niet de zwarte theatermakers. Dat zijn niet de zwarte documentairemakers. Dus er zit ook een soort hypocrisie in, hè, van het debat. Maar eigenlijk is het dan, gaan wij met ons wit team... gaan wij eens even bepalen waar jullie het nu over moeten gaan hebben. Dat moet dan ook stoppen. Dus dan moet je ook op kunst- en cultuurvlak...
gemeentes moeten gaan kijken. Welk beleid is het? Wie zitten er aan die beleidstafels? Dus je kunt niet aan de ene kant zeggen, ja, dat gesprek, en aan de andere kant achterover zitten en dan eens kijken wie er rondlopen en wie het werk doen. Je hebt allemaal vreselijk gelijk. Maar stel nou dat ik hoofdredacteur zou zijn en ik denk, ik wil die nuance laten zien. En ik bel jou op. Mm-hmm. Benader ik je dan toch weer omdat je een Marokkaanse achtergrond hebt of je ouders dat hebben? Of bel ik je dan op omdat ik denk, jij kan mij die nuance laten zien? Wanneer word je... Nou, je bent ook historicus. Alles wordt nu uitgelegd als bevoogdend. Maar ik wil zo ontzettend graag dat we het oplossen. Of ben ik nou een oude, rare... Het kan subtieler. Nou, ik wil dan eigenlijk nog heel kort over... Je zag bij de fatwa heel erg... Dus het werd heel erg over de hele wereld speelde het. Als je nu kijkt naar de rol van leiders uit het Midden-Oosten... de invloed die zij hebben hier in Nederland... zou jij daar iets over kunnen zeggen? Je ziet dat moslims in Europa, in het Westen eigenlijk... worden religieuzer of conservatiever, hoe je het ook wil noemen... maar die zijn zelfbewust en die cultiveren een soort underdog-positie. Hè? Niemand vindt dat geloof of hun achtergrond bewonderenswaardig... en zij gaan zich erin vastbijten. Terwijl juist in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Midden-Oosten... mensen seculierder worden. Hè, daar zie je dan, laten we zeggen, de Rushdis die opstaan. Ik noem een Raif Badawi in Saudi-Arabië... die op satirische wijze allerlei geestelijke op de hak neemt. Als de, laten we zeggen, de dominante meerderheid of de regimes iets opleggen... dan volgt er een soort tegenreactie. Dat zie je ook in Iran natuurlijk, al decennia en nu nog meer. Terwijl in Europa die een andere soort tegenreactie gaande is. En dat vind ik fascinerend. Ik denk bij mezelf van, nee, wacht even. Want als ik in Marokko ben, dan merk ik dat mijn generatiegenoten daar... veel vrijzinniger zijn dan mijn generatiegenoten hier. Mensen in Marokko zijn niet bezig met Marokko. Hier hebben we dan een ex-moslim. Is ineens iemand een ex-moslim. Terwijl als ik in Pakistan ben, ik ken genoeg mensen in het dorp van mijn ouders... die nooit hebben geloofd en niet geloven... Maar die zijn niet een ex-moslim. Dat zijn gewoon mensen. Mm-hmm. Weet je, dus religie. Of seculiere moslim hoor je wel. Dat vaak. Is toch een van de geweldige dingen die nu. Laten we met iets positiefs eindigen. We kunnen steeds meer kennis nemen van schrijvers uit andere gebieden. Ik vond Moshe Yamid, The Reluctant Fundamentalist, een fantastisch boek. Dat heb ik 24 keer cadeau gegeven. Als je dat leest, begrijp je het. Open, verdomme die kop. Zo. Nou, er valt nog veel te leren voor ons. Ik wil alle sprekers, alle gasten van vanavond hartelijk danken. En het toeval wil zo dat Rushdie, Lotfi El Hamidi en Naida Aurangzeb bij dezelfde uitgever zitten. Dus jullie kunnen straks allemaal deze boeken kopen hierbuiten, als jullie dat willen, van hun alle drie. Dank voor aanwezig zijn, voor jullie vragen, voor jullie opmerkingen. En graag tot een volgende keer een hele fijne avond. Dank jij.